is vandaag Night of the Proms. Heel veel leuke artiesten die komen optreden, waaronder Sam Sparrow, CeeLo Green en Surprise Act Blue. Ik heb in een interview gezien dat CeeLo Green en Sam Sparrow in het Radisson zitten, hier tegenover het station in Antwerpen. Het is ook Sam Sparrow zijn verjaardag vandaag, dus ik denk wel dat hij buiten gaat gaan, dat hij iets gaat checken in Antwerpen. Antwerpen zit ook vol met winkels, dus ik gok wel dat ze iets gaan doen vandaag. Ja, Sam Sparrow is wel aan het tweeten, maar niet iets over waar het hem is of zo. Ja, Sam Sparrow heb ik wel zoiets iets mee. Ik heb hem ooit eens ontmoet na een showcase van Q Music. En dat was echt plezant. Er was zo een connectie, zo iets. Ik kan dat moeilijk beschrijven, maar ja, ik hoop dat ik hem zie. Hey Sam. Hey, any chance I could take a picture with you? Sure. Ah, oh, you're loving. You're wearing such a nice jacket. Thank you. I saw you at the Alexander Wang thing. And oh, I waved, yeah, but I had so much you. Clothes I on saw me. You there. Yeah, okay. Yeah. How are you? Happy birthday, by the way. Oh, thanks. Oh. Can I take like this? Yeah. Mustache lovers. Have a nice show. Bye. Ah! Okay, plezant was dat. Wat een top dag. Dag. Ik zou het wel leuk vinden moest ik Blue ontmoeten. Ik weet nog dat ik ooit bij Tien om te zien was en toen waren die daar. En ik weet nog dat er een daarvan, Duncan, dat vond ik juist zo de minst interessante, zo gezegd. Dat was het enige waar ik een foto mee mocht pakken en de rest ging allemaal door. Dus ja, ik hoop wel dat ik de rest ga kunnen zien nu vandaag. Zeg, Lee wandelde hier net aan het station gewoon. Can I take a picture with you? Yeah, of course. Oh, I'm so happy. How are you doing? You alright? There you go. Oh, thanks. Yeah, right, mate. Nice have a good show. And you. Bye. Wel cool eigenlijk dat we just Lee Ryan van Blue hebben gezien, gewoon casual wandelend in Antwerpen. Ja. Ik ben heel blij. Ik ben heel benieuwd hoe dik dat CeeLo Green in het echt is. Ik denk dat hij zo heel dik is. Wel gezellig dik, maar ik ben gewoon benieuwd hoe bombastisch dat hij in de red ziet als hij zo die trap afwandelt. Ik denk dat dat heel cool gaat zijn. Ik denk het echt. Dus spannend. Dat busje gaat die parking binnenrijden. Oké, okay, er is net terug een busje binnengereden in de ondergrondse parking. Ik denk dat dat voor CeeLo Green is. We gaan niet in die ondergrondse parking geraken, dus ik denk dat we best naar het sportpaleis kunnen kijken en hopen dat we daar hem kunnen ontmoeten. Ik denk dat er enkel daar op BN ook een security staat. Je kan het zo af en toe piepen achter dat kotteke. Hopelijk houdt je een enkel mensen door dat binnenkomen. Lord, it's so hard living this life. A constant struggle each and every day. Someone security wel. Oké, de security van het sportpaleis heeft ons net buiten gezet omdat we hadden niet echt reden om daar te zijn. Spijtig, maar ook wel een beetje grappig. We gaan CeeLo Green dus niet meer ontmoeten vandaag. Wel goed dat we Sam Sparrow hebben gezien en Lee van Blue, wat ik eigenlijk al wel eens heel lang wou. Dus mission accomplished wel. So.